Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Euro Truck Simulator 2. En we gaan bezig met multiplayer. Ik zie alleen dat de server heel vol zit, dus ik ga even kijken. Connection. Ja, hij is wel established. Hey, tijd is op. Hoe komt dat? Werkt het misschien als we dan eventjes zeggen opslaan spel laden? En dan naar deze. Deze zelfs. Ja. Oké. You have left the city. Waar is dude? Even kijken wat voor opdracht hebben. Want we zouden eigenlijk naar Groningen gaan. Die zie ik hier gewoon. Moeten we deze maar nemen? Ja. Gaan we die aankoppelen? Oeh. Komt die daar binnen door? Kijk of we langs die gast van de IKEA langs kunnen. Nou zie ik dat we schade hebben, want was die gast die vorige keer tegen ons aan was gebeukt. Daar staat ons karretje. Zo draaien we die erin. Ja. Die zit. Hey, dat ging best wel goed, want dit is nog steeds dat geavanceerd aankoppelen. Zo, het is druk hier. We hebben hier een pol en we hebben ook iemand die dwars door ons heen komt. Haha, dit is wel grappig hoor. Maar we moeten gewoon door elkaar heen. Als jij nou hem naar achteren zet, kan ik er langs. Zo. Nou, deze persoon is weg. Zal ik even stoppen dat jij er langs kan? Aha. Zo, worden ondertussen ingehaald door de vrachtwagen heen. Is niet echt de bedoeling, vriend. Ik ga stilstaan, want ik zie ook niks als jij zo door mij heen komt. En dan weet ik het wel weer. Dan zitten we zo meteen, komen we hier al. Ja, nou wij gaan nu hier rijden. Maar ja, Hero. Ja, non-collision zone zijn we uit. Dus nu achterop ons klappen. Dan hebben we schade. Hadden we sowieso hadden we een paar procent schade. Maar zullen we kijken of dat we dat in Groningen, waar we nu naartoe op weg zijn, of dat we het daar kunnen repareren. En het is hier echt druk hoor in Rotterdam. Dat is de drukste stad van de server. Zeker als je naar Europoort, zeg maar de haven toe gaat. Daar wordt ook druk. Dit is prachtig hoor, met al die jongens tegelijkertijd. Eigenlijk als je dit spel speelt, je moet ook zorgen dat je rondom Rotterdam blijft hangen. Want ja, dan heb je tenminste altijd andere mensen om je heen. Eigenlijk... Ja, zou je hele korte vrachtjes moeten doen. Geen vruchtjes. Hebben we wel wortelen bij ons, maar... Technisch gezien zijn dat ook vruchtjes. Ze hebben het daar over FPS. Nou, ik speel netjes 60 FPS. Ik neem alleen op dit moment op 30. Omdat 1080p 60 fps wordt het bestand toch net iets te groot naar mijn smaak. Hier rijdt nou politie voor ons. Ja, ook hallo toet. Rijdt politie voor ons. Lol. Schouw me maar even netjes aan de snelheid. Ja, en ik rijd te hard, ik weet het. Maar ik laat me rustig naar beneden rollen. Ik rij heel milieubewust, hè. Kijk, ik heb er helemaal geen gras bij hoeven te geven, nu nog. Ik kan hem zo rustig terug laten rollen naar 50 en hem op 50 houden. Hoe bewust wil je het hebben? Ik had de motor uit kunnen zetten zelfs. En dan is de DAF ook hartstikke lekker stil. Ik heb bijna geen last van hem. Ja,
inderdaad. Hier gaat de snelheid weer omhoog als het goed is. Dus gooi ik hem gewoon alvast naar 80. Hallo, hallo. Ik had maar flits. Ik had gedacht dat, dat daar de toeter zit. Daar. Ja. Ja, we zijn de stad uit. Dus hier kunnen we ook daadwerkelijk harder dan 60. Zijn we wel zo slim om maximaal 60 maar te laten gaan? Oeh! Zag jullie ook wat ik zag? Die politiewagen lag hier op zijn kop. Nou, het zijn ook racecases. Kijk, daar komen we weer onder een vliegtuig langs. Maar dat ding is gewoon volgens mij altijd zo. Hij komt altijd voorbij, zo gauw als er ook maar iemand langskomt. Ja, de DAF heeft het toch zwaar. Toch. Missen we helemaal geen 100 km per uur. We mochten daar. De auto's mogen daar 100 km per uur. Wij mogen gewoon netjes 80. Hallo! Ja, dit is wel zo leuk aan dit spel. Je kan gewoon naar iedereen toeteren. En dat maakt het ook leuk, want je komt iemand tegen en je zegt even toeteren, toet, toet. Ja, en ze toeteren terug. Prachtige stad. Oh, komen we bij Amsterdam? Minder prettig is dat. Niet omdat ik een hekel heb aan Amsterdam. Helemaal niet zelfs. Maar je mag hier zometeen maar 50. Dat vind ik altijd zo'n vervelend stuk. Kijk, hier gaan we linksaf. Officieel is hier 50. Hopla. Die bocht ging maar net goed. Houden we hem eventjes op 50. Kijk, gaat de snelheid hier omhoog naar? Ik had nog steeds niet zien. 100, dus dan mogen wij weer 80. Zitten we ondertussen weer op de A10. Nou, richting de afsluitdijk. Ik weet niet waar ik zat met mijn hoofd, maar niet bij het spel. Mm-hmm. 50, gaat deze mee zitten? Nee, die gaat me tegen zitten. Groen. Ja, nu wordt hij groen. Het had niet even een paar seconden eerder gekund. Zoveel makkelijker geweest. Ik heb mijn grootlicht toch niet aanstaan. Hoi. Nou, alles ziet er zo heel licht uit. Ik weet ook niet hoe het komt. Misschien dat ik mijn helderheid veel te hoog heb staan hoor. Kan ik zo meteen wel even kijken. Maar dat zal pas lukken als we de vracht hebben afgeleverd, want daarvoor ga ik liever niet stilstaan. Ik denk wel dat mijn helderheid gewoon te hoog staat. Vind ik op zich, de cabine enzovoort ziet er hartstikke super uit, maar het licht van buiten is eigenlijk gewoon net te donker. Te donker, het licht is te donker. Nee, het licht was te fel. Ik zeg weer, allemaal rare dingen heb ik gedronken ofzo. Ja, een glas water. Maar. Ik zit er helemaal niet op te letten. Zou de rijbewijs zo lang in moeten hebben genomen? Ik rij 50. De snelweg. Ik dacht dat ik iets in mijn spiegel zag rijden.
ik ben weer veel te druk met allemaal dingen. Oeh, mijn laptop is bijna leeg. Snel aan de stroom doen, terwijl ik aan het rijden ben. Snel iets bijsturen. Shit. Gaat niet helemaal zo als gepland. Kijken, die. Ja. Ah, mooi. Je hebt ook weer stroom. 2%, ja, dan moet hij aan de oplader. Gaat hij weer piepen? Nou, hij piept gelukkig niet, want dat zou heel vervelend zijn. Dan komt er zo'n dingetje. Hij is leeg, maar dat herken je vast wel als je een laptop hebt. Tenzij je hem natuurlijk gewoon altijd netjes aan de stroom hebt staan. Maar ja, dan kan je net zo goed de vaste computer nemen. Ah, daar komt de afsluitdijk aan. Weet niet eigenlijk hoe het met de snelheid zit. Ze zullen wel helemaal terug naar 50 moeten hier. Ja. Was ik alweer bang voor. Zullen ze hier vast ook wel iets van een flitsmechanisme hebben of zo? Om eerlijk te zijn, ik ben in het echt nog nooit op de afsluitdijk geweest. Ik ben een keer vlakbij, maar niet er echt daadwerkelijk overheen. Dus ik ga er maar vanuit dat het er zo uitziet. Dit is dan het IJsselmeer heet het, geloof ik. En daar ligt de Noordzee. Kan je zo ver kijken? IJsselmeer? Ik zou het niet weten. Maar er komt wel een heel groot schip aan, dat weet ik wel. En we mogen hier weer 80, dat weet ik ook. Sloeg die af of zo? Nou, hier hebben we in ieder geval. Is de grens? Of is het gewoon een Nederlands vlaggetje? Oh, gewoon een Nederlands vlaggetje. Kan ook. Komt nog iets van een bruggetje aan, wat dat dan is, weet ik niet. Maar is dit allemaal nog afsluitdijk? Nou, volgens mij komt daar vast land aan. Nou, dit zal nog wel afsluitdijk zijn, waar we nu op rijden. En is dat vast land waar we nu naartoe rijden? Netjes terug naar 50 km per uur. Duurt even, maar... Rijd ik 50, mag ik eigenlijk alweer 80 gaan rijden zo. Maar dat is toch altijd op dit spel. Als je netjes aan de regels houdt, dan is dat helemaal niet goed eigenlijk. Om ecologisch en vooral economisch te rijden. Maar aan de andere kant is het juist wel heel economisch, want ik krijg tenminste geen boetes. Dat scheelt een hoop. Een hele hoop. Het is toch nog best een flink stuk naar Groningen. Meer dan dat ik had verwacht, om heel eerlijk te zijn. Gewoon weer netjes 80 gaan rijden hier. Kunnen we netjes, als we hier de zone uitrijden, rijden we netjes op snelheid. Nou, dan rijden we 60, dus dat is eigenlijk te langzaam. Is het nog 84 kilometer? Een heel stuk is het nog. Gaat gelukkig nu wel snel. Elke 3 seconden een kilometer of zo. Dan zijn we er zo. Het is trouwens heel rustig. Ik ben nog niemand tegengekomen. Vanaf Amsterdam dan. Duik ik hier ook weer mooi naar beneden.
Nou, nee, ik ben toch niet meer tegengekomen. Gassen! Even kijken wat de DAF doet. Naar beneden. 100. 105, 106. Nou, vol het gas erop houden, want anders dan... rijden we zo meteen 70. Oh nee, hij houdt vol. Nou, we hebben nog in ieder geval 0% schade aan de worteltjes. Dus dat is mooi. Alleen ja... We hebben dan die schade aan de vrachtwagen. Ik hoop dat het niet te veel is. ...50 kilometer nog. En daar hebben we een mooie rode brug. Die zal er waarschijnlijk in het echt ook staan. Dat die molen er in het echt ook staat, dat weet ik niet. Maar waarschijnlijk is dit een hele bekende brug. Ik weet, als je naar Praag toe rijdt... Hey, hallo! Dat was een admin of zo. Die reed altijd van die vage autootjes. Lijkt me trouwens super vet. Maar ik weet, als je naar Praag toe rijdt... Hé, hey, weer een autootje. Hallo! Was politie zelfs. Die hebben... Die rijden hard. Die rijden wel 200, geloof ik. Maar ik ben nog steeds met mijn vrouw bezig. Als je naar Praag toe rijdt, dan krijg je een soort... kurkentrekkerbrug. Tenminste, zo ziet het eruit. Maar eigenlijk is het gewoon een lange weg om over te lopen. En die heb je in het spel, heb je die ook. Dus ik reed daar een keertje. En ik zeg van, hé, maar hier komen we, als wij op vakantie naar Tsjechië gaan, komen we er ook langs. Dus ja, dat is wel grappig. Dat is heel leuk, zelfs. Hé, hey, en ondertussen het is het nog 21, nu 20 kilometer. En we zien het vlaggetje alweer op de navigatie. Dus we kunnen deze afslag nemen. Dit is afslag Groningen, maar dan wel wat industrieterrein. Dat heet Centrum. Oh, Centrum. Afslag Groningen Centrum. Komen we meteen langs een vraagteken. En dat zal wel een werving- en selectiebureau zijn. Ik ga hier niet eens kijken, want er komt niks aan. Hopla. Hier de bocht om. Kijken of dat ik hiervoor maar wel terug naar 40 ga. Oh wacht, rode stoplicht. Kom eens, schuis weg. Ja, zo. Soms dan geef je iets gas en dan gaat hij toch niet. Is nou groen. Mag nou eindelijk groen worden? Hallo. Ik zou graag een verzoek willen indienen. Groen licht. Nu. Hallo, waar wachten we op? Ah ja, groen. Duurt even. Maar ja, we zijn er weer hoor. Is zometeen de stal linksaf. Maar het duurt nog langer dan dat ik had verwacht hoor, Rotterdam, Groningen. Veel te lang eigenlijk, als je het mij vraagt. Had ik verwacht wel 10 minuutjes te kunnen doen. En dit is 19 minuten waar we nu bezig zijn. Weer zo'n vervelend stoplicht. Ja, werving en selectiebureau. Groen, kom op. Ik ben in mijn eentje in Groningen. Mag die toch even groen worden? Ik heb nog geen vrachtwagen zien rijden. Waar wacht ik op? Dun 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 dun. Ah, daar komt de vrachtwagen aan. Maar nu heb ik mooi groen. Nou wordt het ineens druk, zeker. Zo. Ah, we zitten in de non-collision zone.
zal hem hier wel niet direct ingedraaid krijgen. Ik moest vandaag al achteruit rijden en dat ging niet. Ja, het ging, maar het had beter gekund. Dus hoop maar dat het nu beter gaat, maar zo te zien niet. Moeten we veel te vaak aanhalen. Maar krijg je ook allemaal met andere karren en het is een heel slap excuus. Maar de ene reageert weer super gevoelig en die ander, dan moet je ook echt gewoon helemaal omsturen en dan doet hij nog niks. Dus ja, nou daarom zit ik de laatste tijd een beetje mee te clearen. Maar hij staat weer. Het is gedaan. Hey, Test Drive Limited. 1 van 7. Nou, we hebben blijkbaar 999 kilometer met de DAF gereden nu. Dus, top. Oké, okay, mooi. We hebben uiteindelijk 6000 euro verdiend. Ik ben bang dat er meer schade is. Ik zal heel snel even kijken. Diagnostiek. Nou ja, bijna voor niks gewerkt. Nou, ik zeg in ieder geval jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Yo!